Live vanuit het Museum in Den Haag is dit de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2022. Wat gebeurt er allemaal op dit moment al op het gebied van circulariteit? Daar gaan we het vandaag over hebben. Veel mensen willen wel meedoen, maar moeten dan wel ook weten hoe. En daar kunnen wij natuurlijk als overheid wel ook een rol in spelen. Bij wie moet systeemverandering beginnen? Is het 1 de overheid, 2 de consument, 3 het bedrijfsleven? Ik vind de vraag niet goed, want we moeten met z'n allen 3 tegelijk allemaal aan de slag. Als wij alleen maar bedrijven blijven financieren die lineair zijn, dan halen we ook een gigantisch probleem op onze balansen. Onherroepelijk is het zo dat onze manier van werken zal veranderen. Allereerst dat het ontzettend belangrijk is dat we veel gaan samenwerken. Met name heel erg mindset en gedragsverandering. Overal in Nederland zijn circular hubs actief, broedplaatsen waar kennis en ervaring in huis is om circulair ondernemerschap te stimuleren. Vaak wordt er gedacht, het is ontzettend moeilijk, maar het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Iedereen kan het verschil maken. Om 11 uur starten er verschillende deelsessies met andere deelnemers om elkaar te ontmoeten en belangrijk ervaring uit te wisselen. De winnaar is Broedspike, Jansen de Jongbouw. Bjorn Brink! En in die week gebeurt van alles. En verder zijn er ontzettend leuke evenementen deze week. We moeten natuurlijk een beetje ontspullen. Ik wens alle deelnemers heel veel inspiratie en ook heel erg veel plezier. Circulaire economie is gewoon doen.